De verkeersongevallen in ons land hebben de omvang van een nationale ramp aangenomen. Het is daarom dat Hare Majesteit de Koningin zich persoonlijk tot het Nederlandse volk heeft gericht met een oproep waaruit wij u de volgende passages laten horen. In de laatste 5 jaren bij elkaar zijn er door verkeersongevallen uit ons midden door de dood heen gegaan meer dan 8000 personen. Dat is een getal gelijk aan heel de bevolking van Bolsward. En ernstig gewond werden daarbij ruim 113.000 mensen. Een aantal ongeveer gelijk aan heel de bevolking van Arnhem of Breda. En daarbij is 1960 nog niet inbegrepen. Maar dit zal waarschijnlijk een bijzonder zwart jaar blijken te zijn. Als men aan de aantallen verkeersongelukken afleest hoe er in een land gereden wordt, dan spijt het me ontzaglijk te zien dat Nederland niet tot de kopgroep der besten behoort. En zelfs nog wel een eind erachteraan komt. Als de beschaving van een land ergens uit zou kunnen blijken, dan zou het toch wel zijn uit het gedrag op de weg. Hier nu blijkt keihard een gebrek aan besef bij ons dat we het hier voor elkaar een veilig land moeten maken om in te wonen. Laten we steeds tegen onszelf zeggen: ken jezelf, ken je auto, kijk uit naar de anderen. Want ik ben mijn broeders hoeder. De feiten zijn inderdaad reeds duidelijk genoeg om de vraag: ben ik mijn broeders hoeder? Met ja te beantwoorden. In het Centraal Station in Utrecht wachten dagelijks vele mensen geduldig op hun beurt. Maar vooral in deze maand hebben de locatisten het bijzonder druk. Mag ik van u 1 enkele reis Amsterdam Centraal Station? Ja, onder de reizigers bevond zich deze dagen Sint-Nicolaas zelf, die door de in aller eil opgeroepen hoofdstationschef van Utrecht met gepast eerbetoon werd verwelkomd. Onder de verraste ogen van de kinderen begeleidde de chef Sint-Nicolaas naar de trein voor Amsterdam, waar de goedheiligman een belangrijke zending had te vervullen. Na zijn aankomst in het Centraal Station werd de Sint op originele wijze naar de centrale expeditieafdeling gereden, waar elke week op donderdag onder hoogspanning wordt gewerkt om de honderden blikken met film op tijd naar de bioscopen te verzenden. De bisschop kwam het personeel hier huldigen. Ik heb gehoord dat u degene bent die hier Amsterdam met al zijn medewerkers organiseert dat al die films elke week weggaan. Ik heb al heel wat jaartjes. Ja, geloof ik dat iets valt, hè? Deze kennelijk niet van humor ontblote Sinterklaas had voor de werkers een toepasselijk geschenk meegebracht, namelijk voor elk van hen een cadeaubon van de Nederlandse Bioscoopbond, die daarmee zijn erkentelijkheid wilde betuigen voor het vele werk dat elke week door het personeel wordt verricht. De bonnen zijn inwisselbaar in elke Nederlandse bioscoop. Sint eindigde met een advies. Gaat u met uw vrouw een keer een avondje uit? Het is echt gezellig, hoor. Echt. Direct na dit bezoek ging de filmverzending met extra spoed verder. Sint zelf reisde per trein verder, een beetje onwennig nog. Maar ja, hij zit dan ook niet elke dag tussen de rails. Aan het einde van 1962, nog juist voor het begin van de winter, hebben we de balans opgemaakt van de in 1957 begonnen werkzaamheden ter afsluiting van het Haringvliet. Op het kunstmatige eiland, midden in deze wijde zeearm, zijn de 16 betonnen pijlers waartussen de spuiopeningen van de uitwateringssluizen geprojecteerd zijn al gereed. In het afgelopen jaar is men onder andere voortgegaan met de constructie en de plaatsing van de driehoekige betonnen liggers. Aan de zijkant hiervan worden de 34 stalen schuiven van de sluizen bevestigd. Op het bovendek komt straks een grote auto weg. Om het beton snel te laten drogen wordt een nylon stoomtent gebruikt die om de bekisting van de ligger wordt geschoven. Dankzij deze methode komt elke 24 uur een ligger gereed.
De plaatsing van de liggers geschiet met behulp van een grote rijdende brugkraan. Op de wijze zoals deze maquette aangeeft. De rijdende kraan overspant een breedte van 70 meter en heeft een hefvermogen van 250 ton. Meer dan 100 van deze 250.000 kilo wegende driehoeksliggers zijn in het afgelopen jaar op deze wijze op hun plaats gebracht. In het beton zijn openingen uitgespaard voor de 193 staalbundels waarmee de liggers onderling worden verbonden. We bevinden ons hier 18 meter boven NAP, op de hoogte die de afsluitdam en de autoweg uiteindelijk zullen krijgen. De kraan laat de zware ligger tot op de millimeter nauwkeurig op zijn plaats zakken. Zo groot is de afstand tussen de kraandrijver en de werkers beneden dat men gebruik moet maken van radiotelefonie om elkaar aanwijzingen te geven. Met eenvoudig gereedschap, zoals een waterpas, en met precisie-instrumenten wordt de juiste stand van de ligger tenslotte gecontroleerd. De ruimte tussen de liggers wordt opgevuld met staal en beton. Nu kan men de 193 staalbundels door de overgebleven openingen in de liggers voeren. Wanneer deze bundels staaldraad tenslotte gespannen zijn, geven ze de vereiste sterkte aan het kunstwerk. Daar waar de brugligger reeds geheel gereed is, krijgt men een goede indruk van de 56,5 meter brede doorstroomopening waarvan het sluizencomplex er 17 zal krijgen. Nog dit jaar zal men beginnen met het bevestigen van de 400 ton wegende stalen schuiven waarmee men de afvoer van overtollig water en ijs zal regelen. Daarboven het 22 meter brede wegdek waarover het verkeer zich zal bewegen. Er zit gestage voortgang in het gigantische werk in het Haringvliet. Rijkswaterstaat hoopt het in 1968 gereed te hebben. In het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft de tentoonstelling van Stoom tot Stroom een beeld gegeven van 125 jaar Nederlandse spoorwegen. Het begon in 1839 met de lijn van Amsterdam via halfweg naar Haarlem. En de locomotief De Arend, welke naam laat zien dat de snelheid de mensen nog meer verbaasde dan de kracht, trok de wagons voort. Net zo'n locomotief staat in het Spoorwegmuseum. En 25 jaar geleden heeft hij nog weer eens gereden, omdat de Nederlandse spoorwegen toen 100 jaar bestonden. Dat de spoorwegen vrij snel in betekenis toenamen, toont een vergelijking tussen de diensten die in 1855 gereden werden en het net in 1900. De eerste 100 jaar werd het beeld van de spoorwegen bepaald door de stoomlocomotief, symbool van kracht. De passagiers zaten opgeprikt in afzonderlijke coupés die soms heel gezellig waren. En gaslampen met echte gaskousjes zorgden voor licht. En zo daverden de treinen puffend en sissend door het land. Na de eerste elektrische trein van Den Haag naar Rotterdam Hofplein verschenen in 1924 de vierkante treinen tussen Amsterdam en Rotterdam die jarenlang dienst hebben gedaan maar niet erg comfortabel waren. De gestroomlijnde treinen die volgden waren sneller en geriefelijker. De oorlog verwoestte belangrijke delen van het net en de spoorwegen moesten na de bevrijding eerst volledig tot stoomtractie terugkeren. Opnieuw verrichten stoomlocomotieven geweldige diensten. Langzamerhand werd vrijwel het hele net geëlektrificeerd en in 1958 maakte de laatste stoomlocomotief zijn laatste rit. Sedertdien geniet de beroemde 3737 zijn rust in het museum in Utrecht. Het Utrechtse station vlagde toen koningin Juliana, die een bezoek bracht aan de jubilerende spoorwegen, in de allermodernste trein stapte voor een rondreis van Utrecht via Rotterdam naar Amsterdam. Deze treintoekomst, die de trots is van de Nederlandse spoorwegen, is van talrijke technische nieuwigheden voorzien en rijdt met grote snelheid vrijwel schokvrij. De koningin, die 7 uur lang heel veel van wat de spoorwegen aan nieuws en interessants te bieden hebben in oogenschouw nam, genoot zeer van deze bijzonder mobiele dag die haar toonde hoe in deze 125 jaar een gigantisch modern vervoersbedrijf is ontstaan. De 50ste, ofwel de Gouden Rai, laat natuurlijk ook de eerste auto's zien die zij tentoonstelde. En minister Van Aertsen nam plaats in een driewieler als onderdeel van het ceremonieel waarmee hij de Rai opende.
Dat niet alles nieuw is van de nieuwste snufjes, toont deze Dodge, die in 1914 al een beweegbare stuurkolom had. In de hypermoderne sleeën van 1965 vinden de Dickerts van de welvaartsstaten precies hetzelfde gemak. Er is ontzettend veel te kijken, zowel aan auto's als aan inzittenden, die soms op symbolische wijze worden ingekapseld in hun verlangen een autootje te hebben. En dat zijn er langzamerhand zo ontzettend veel, dat er een vermaning kan uitgaan van de inzending van de ambulanceauto's. Sommige kleine wagens maken bescheiden reclame voor hun onverwoestbaarheid. Van het lakwerk althans. En van bescheiden wagens gesproken, de Russische automobielindustrie laat er enkele van op de rij zien die opvallen door hun eenvoud. Zij contrasteren wel met andere wagens. En in het bijzonder met de duurste van de show die 78.000 gulden kost. Maar die komt dan ook uit West-Duitsland. Hij heeft van alles onder de motorkap. Wie een Rolls-Royce heeft, krijgt als vanzelf een hang om te poetsen om die glans waard te zijn. Op die manier krijgt men plezier in kleur en in het spiegelend chroom dat mevrouw het bewijs levert dat ze er goed op staat. De automobielontwerpers denken al ontwerpend voortdurend aan de vrouw en komen zelfs met een stoel die aan haar rug kan worden aangepast. Sommige auto's maken op het eerste gezicht een wat popperige indruk. Maar bij nader inzien verwerpen ze de gezinsbeperking royaal. Autotelevisie is er voor wie het een beetje vervelend vindt om naar buiten te kijken. Hij kan in zijn wagen de landschappen en mensen inwisselen voor decors en acteurs. De technisch geïnteresseerden keken op de rij met grote ogen naar de wankelmotor. Een nieuw systeem verbrandingsmotor met minder bewegende delen. Kortom, de Gouden Rai liet goud blinken voor het hunkerend automobilistenoog en werd als nooit tevoren bestormd door gegaderden voor het nieuwe idool, de auto. Nederland heeft weer een binnenlands luchtnet. Fokker Friendships onderhouden de diensten van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij van Schiphol naar Groningen, Twente, Eindhoven, Maastricht en Rotterdam. Wij vlogen mee met de eerste vlucht naar Maastricht. Er moet haast gemaakt worden met het serveren van hete koffie. Anders zitten we nog te blazen als we aankomen. Want daar ligt Eindhoven al met zijn nieuwe Evoluon. Behalve voor snel binnenlands vervoer zorgt de NLM ook voor vlugge verbindingen met het internationale luchtnet. Boven het Limburgse mijngebied is een kind ingeslapen. En het mist daardoor het gezicht op de bruggen van Maastricht, de Maas, de bekoorlijke binnenstad en het prachtige Vrijthof. De wielen van de Friendship gaan naar buiten. En even later ligt de landingsbaan van het vliegveld Beek voor ons. We zijn veilig en wel in Limburg. De passagiers stappen uit en zijn nog steeds in eigen land. Het binnenlands vliegvervoer is begonnen. Een enkeling is er kapot van. De badplaats Noordwijk is een autosportweek gehouden, waar onder andere politiemannen gelegenheid kregen om hun behendigheid in het besturen van auto's en motoren te laten zien. Het keren op een parkeerplaats van 8 bij 8 meter was een onderdeel daarvan. Het draaien van rondjes met een touwtje in de hand, rondom een paal die niet om mag vallen, waarbij het touw bovendien niet de grond mag raken, lijkt vrij gemakkelijk, maar is het niet. In Noordwijk slaagde men er trouwens ook in de motorpolitie aan het lijntje te houden, mogelijk onder invloed van het milde zeeklimaat. Daarna verrichten de motoragenten nog mooi precisiewerk op de smalle witplank. De belangstelling voor al deze zaken was groot en er ontstond ware spanning toen de Franse stuntman Jean-Pierre Rizan het nut van veiligheidsriemen ging demonstreren. Ik
Automobilisten zien in het algemeen niet zo heel erg veel in het over de kop slaan. Maar de stuntman liet zien dat het op zijn manier niet altijd fataal hoeft te zijn. En hoe de omstandigheid dat de bestuurder op zijn plaats wordt gehouden vaak ernstig letsel en vooral bewusteloosheid verhindert. Voor de gereedstaande ambulance viel er niets te doen. Zelfs niet bij een frontale botsing op een aantal auto's die in brand vlogen en die een snelle aftocht van de bestuurder uiterst wenselijk maakten. Wie de binnenstad van Amsterdam per auto denkt te gaan bezoeken, moet superieure zenuwen hebben. Zo superieur dat het wel haast zonde is om ze eraan te wagen, want ze gaan er gegarandeerd aan. Laden en lossen is er een teken van economische bedrijvigheid van de een en dito stilstand van de ander. Toen kwam het nieuwe verkeersreglement dat parkeren op bruggen toeliet. Voor Amsterdam betekende dat het einde. Want onder het motto ik ben ik en de rest kan barsten, verstopten automobilisten voor anderen alle kansen om van versperde grachten uit te wijken via een brug. Ze zetten de auto's er twee rijen dik neer en het verkeer moest maar zien hoe het zich er langs wurmde. De chaos werd compleet. De gemeenteraad kwam zelf in actie. En op korte termijn begon men de stoepranden van de bruggen geel te schilderen om daarmee een plaatselijk parkeerverbod aan te geven. Dat ging vaardig en snel in zijn werk. Vaak konden de schilders er niet bij, omdat geparkeerde auto's de stoeprand onbereikbaar maakten. Maar in ieder geval kon men de bedoeling duidelijk maken. De bruggen zijn nu weer vrij. En van gekmakend is de situatie thans gewoon weer zenuwslopend. Er zullen weinig scheepvaartverbindingen zijn waarop zo hartverscheurend gekankerd is als op de potdienst over het IJ. Nu kankeren Amsterdammers met een natuurlijk gemak, maar ditmaal hadden ze gelijk. Want zelfs na het rijkelijk late besluit om een tunnel aan te leggen hebben ze nog 15 jaar moeten wachten. De pont blijft varen voor fietsers en voetgangers. Maar laten we nu even denken aan de automobilisten en aan de koningin die met de gemeentebus aankomt om de tunnel voor hun te openen. De automobilisten zijn uitgestapt ter ere van de 200 miljoen die de tunnel gekost heeft en uit respect voor de openingsplechtigheid. Een vlucht duiven symboliseert het een of ander, maar de hoofdzaak is de tunnel is open. Bejaarde Amsterdammers aan wie hun leven lang de tunnel beloofd is, mogen als eerste naar binnen. Daarop volgt de rest, maar geen fiets of voetganger, nauwkeurig bespied door een televisiecamera. Een van de vele die de verkeersleiding elke van de ruim 2000 meters laten overzien. Noord is nu echt een deel van Amsterdam geworden, behalve voor fietsers en voetgangers. Maar de IJ-tunnel dient nog een ander belang. De Noord-Hollandse steden boven het Noordzeekanaal kregen een betere verbinding met de hoofdstad. En door de hoofdstad heen is er een nieuwe verbinding tot stand gekomen tussen de noordelijke en de zuidelijke provincies. Belangrijk voor handel en industrie, belangrijk voor Friezen en Zeven en Amsterdammers, behalve misschien voor voetgangers en fietsers. De letter M markeert de stations van de Rotterdamse metro, die na een bouwtijd van 7 jaar door prinses Beatrix en prins Klaus officieel werd geopend. Het prinselijk paar kocht als eerste aan een der plaatskaartenautomaten kaartjes. Ofschoon Rotterdam kort tevoren, tijdens een plechtigheid in de Doelen, aan prins en prinses een abonnement voor het leven op de metro had aangeboden. Samen met het gemeentebestuur en een groot aantal genodigden maakten de vorstelijke gasten de openingsrit over het 6 kilometer lange traject van het Centraal Station naar het station Zuidplein aan de andere oever van de Maas. Zoals bekend rijdt de metro op de gehele zuidelijke oever bovengrond op een daartoe speciaal gebouwd viaduct. Burgemeester Thomassen en zijn gasten genoten van het fraaie uitzicht op de havens. Ondanks de regen stonden velen langs de route om de eerste officiële trein te zien passeren.
Langs het zuidelijk traject bevindt zich onder andere het centrale seinhuis, waar de bewegingen van alle treinen op een tableau precies te volgen zijn. De gehele treinenloop wordt automatisch geregeld en afgewikkeld. Richting Centraal, ja. Het station aan het Zuidplein is zodanig gebouwd dat autobussen bijvoorbeeld passagiers tot op perronhoogte kunnen aanvoeren. In het weekend na de officiële opening kreeg de metro al meteen zijn eerste krachtproef te doorstaan. Een enorme menigte van naar schatting 400.000 mensen maakte in 2 dagen een rit met dit nieuwste vervoermiddel van de Maasstad. De filmtechniek maakt het mogelijk een non-stop rit met de metro in iets meer dan 1 minuut samen te persen. We vertrekken bij het Centraal Station. Stadhuis. Beurs. Leuvenhaven. Nu duiken we onder de Maas door. Bovengronds is de eerste halteplaats het station Rijnhaven. Maashaven. En tenslotte bereiken we het station Zuidplein. Nu nog eindpunt, maar over enkele jaren stopplaats op de lijn naar Hoogvliet. Zo dansen in ons land massa's mensen bij feestelijke gelegenheden, opeengepakt in volle zalen. Men kan eigenlijk van niemand precies zien of hij goed of slecht danst. Het zijn tenslotte allemaal amateurs. Maar dansexperts, zoals de wereldkampioene Brenda Winslade, konden constateren dat er ook amateurs zijn die het ver gebracht hebben. Het paar nummer 15 werd door de jury met bijzondere opmerkzaamheid gevolgd. Want zij deden het best in de amateurklasse van de sterdanskampioenschappen in de Haagse Dierentuin. De eerste prijs ging inderdaad naar paar nummer 15, de heer en mevrouw Holthuizen uit Amsterdam. De professionals wereldkampioenen Desmond Ellison en Brenda Winslade demonstreerden behalve de 4 standaarddansen ook een cha-cha-cha. Ten slotte kwamen de Nederlandse beroepsdansers aan de beurt met onder meer een quickstep. In deze afdeling waren de heer Voeten, nummer 7 en mejuffrouw Astman uit 's-Hertogenbosch de besten, waardoor zij winnaars werden van dit 13e sterkampioenschap. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle, want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om. De harige bezoekers werden, heel origineel, door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling vangst konden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ook hier had men een bataljon politie samengetrokken. Hotel-eigenaar Carranza presenteerde zijn welkome gasten persoonlijk aan de menigte die de Kloveniersburgwal achter het hotel volledig blokkeerde. Hier stelde de politie zich tot taak de spijbelende jongeren voor verdrinking te behoeden. De Beatles lieten zich, zoals overal waar zij reeds kwamen, de enthousiaste hulde gaarne welgevallen.
De volgende middag had men voor de jongens uit de havenstad Liverpool een boottocht georganiseerd door de havenstad Amsterdam. En weer liepen alle hoofdstedelijke tieners te hoop in de hoop iets van de Beatles te zien. Hun tocht werd opnieuw begeleid door het luide, maar allesbehalve welluidende gegier. Vele plaatsen werden goede wensen geuit voor het herstel van Ringo Starr. Om het herstel van deze jonge man bekommerde zich niemand, behalve de politie te water, die hem en nog enkele anderen behouden binnenbracht. Toen de Beatles na deze opwindende boottocht weer vaste grond onder de voeten hadden, gingen ze naar Blokker, waar organisator Ben Essing twee voorstellingen in de veilinghal had georganiseerd, die bijgewoond werden door een groot aantal dierenvrienden. Bovendien waren er ook enkele luchtacrobaten in de hal toen de Beatles hun entree maakten. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol werden met oorverscheurend gejuich en gegil begroet. Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in Blokker lieten horen, volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen. Wie zich na dit alles afvraagt waarom de Beatle-aanhangers zo'n leven maken, zal het zeker begrijpen als hij weet dat hun lijfspreuk is: geen leven zonder de Beatles. Als u gedacht mocht hebben dat twisten, behalve in de politiek, uit de mode was, dan is hier het bewijs van het tegendeel. Internationaal kampioenschap in IJsden in Zuid-Limburg. De beoefening van deze dans, die zoals bekend een combinatie is van rug afdrogen en sigaret uittrappen, is niet aan leeftijd gebonden. Ook de verschillen tussen stad en platteland worden uitgewist door de twist. Toch is Nederland nog niet aan een wereldrecord twisten toe. Dat staat met 99 uur en 27 minuten op naam van de Schot James McKenzie. Twisten is iets waarvoor veel meisjes door de knieën gaan. In opvallend lichte kleding danste het winnende paar.
Het oogste een hartelijk applaus toen het volledig uitgeput de beker in handen kreeg. Na San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude Rai voor opgezocht. Voor de toevallige voorbijganger gold het parool wegwezen. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Maar vindingrijke hippers en hipsters weten ook op andere wijze versiering tot een ware kunst te maken. Laat nooit meer iemand zeggen dat ouderen van dit alles niets begrijpen. Lief zijn blijkt niet aan leeftijd gebonden. Toen iedereen naar zijn eigen smaak voldoende was opgemaakt, kon het feest beginnen. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht, waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden, zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans, waarbij enkelen zelfs in trance geraakten. Op een echte love-in is iedereen vrij om zijn avond in te delen zoals hij zelf wil. Wie wandelen wil, hij strekken de benen. Wie moe is, leggen zich ter neder. En wie zich in meditatie wil afzonderen, hij doet zulks. Al moest men hier wel met belangstellenden rekening houden. Ook voor de alleen maar lieve toeschouwers viel er genoeg te beleven. Hoogtepunt was de opvallend plechtige begrafenis van de haat. Kortom, zelden is de Amsterdamse jeugd zo lief geweest als op dit onder gemeentelijke auspiciën gegeven liefdesfeest in de Rai, dat zelfs niet verstoord kon worden door de aan het slot onder sirenegeloei afgestoken rookbom. En de tweeners werden erheen gelokt met beatbandjes die voor erg veel sfeer moesten zorgen, maar die dat niet altijd even overrompelend deden. Want tenslotte ontbraken de echte grote idolen. Maar er was ook nog wel iets anders dan beat, want het was tenslotte een beurs die de beurzen moest openen. Naast allerlei badges trokken versieringen en collages met fietswielen tegen een achtergrond van pap en andere affiches veel aandacht. Ook aan de creativiteit werd een uitweg geboden. Er waren verfspuiten in maten en kleuren, waarmee men naar een op een draaiende schijf bevestigd papier kon spuiten, om daarna het ontstaande kunstwerk mee naar huis te nemen, of eventueel aan een museum te verkopen. En dan waren er natuurlijk boutiquejes in overvloed, die voor een non-stop modeshow zorgden met superhippe dansende mannequins. De Nederlandse tweeners besteden per jaar aan kleding, schoeisel, bromfietsen, grammofoonplaten, muziekinstrumenten, cosmetica enzovoort een bedrag van 2 miljard gulden. En dat is een mooi sommetje voor de commercie om de tweenermolen draaiende te houden. Niet altijd tot ieders vreugde, maar wel onder de sterrenhemel van de beurs. Onder de brug in het Amsterdamse Vondelpark heeft een gemeentelijke schuilkelder een andere en veel aantrekkelijker bestemming gekregen. Genoemd naar de tram die er overheen davert, is deze kelder nu ingericht als beatkelder en daarmee als ontmoetingscentrum voor de hoofdstedelijke jeugd, die op de openingsavond stond te dringen om binnen te komen. Eerst wilden de jongelui het wel even aanzien, maar toen eenmaal de semi-soul set geluid begon te produceren, inspireerde dat snel tot enige lichaamsoefening. Er mag net zoveel lawaai gemaakt worden als men wil, want het beton van wanden en plafond zorgt ervoor dat er geen geluid naar buiten treedt. Wat vindt de jeugd er nu zelf van? Ja, saai, hartstikke saai. Anders verwacht, hè? Heel goed! Ja, hartstikke goed. Leuk hoor. Oh, hartstikke leuk. Het is wel duur, ja. Ja, veel te duur, ja. Voor 120.000 gulden is lijn 3 de eerste halte in het gestroomlijnde plan van de gemeente Amsterdam om voor de jeugd een aantal eigen centra voor vrije tijdsbesteding te creëren.
Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crèmekleurige Rolls Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel, Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen. Yoko wilde wel even kwijt waarom ze in Amsterdam zijn. Amsterdam very much from what I've heard. I feel that this is a very significant center now for the young people, you know, to because they have this very alive, fresh interest for the world peace and politics, etc. And so that's why we chose this place to protest against violence in the world, you see. We are actually, it's very comfortable. John vertelde dat er plannen bestaan voor enkele nieuwe films en grammofoonplaatopnamen. Maar voorlopig zijn ze op huwelijksreis, in Amsterdam. Echter niet om de stad te bekijken, maar zoals Lennon ook nog zei, met heel andere bedoelingen. We intend to stay in bed for 7 days and then leave. De Dam is van oudsher het hart van de hoofdstad. De vraag is gerezen of de jongeren dit hart in bezit mogen nemen of niet. Met de jongeren wordt een bepaalde groep bedoeld, waaronder opmerkelijk veel buitenlanders zijn. En in bezit nemen betekent een huiselijk gebruik maken van bijvoorbeeld het monument. Men kijkt er wat lacherig tegenaan. Of men vindt die ongebreidelde intimiteit midden op straat maar bedenkelijk. Een aantal jonge mensen gaat 's avonds weg. Tientallen blijven nog slapen. Hier of in passages en portieken en onder de kamperkampeerbrug. Het is niet bij wat schilderachtige slordigheid gebleven. Omwonenden klagen dat hun portieken worden bevuild. Bij steekproeven vond de politie een hoog percentage zeer jonge meisjes. Mensen met verdovende middelen, een enkeling die door de politie in Duitsland gezocht werd. En veel buitenlanders zonder voldoende middelen van bestaan. Het gemeentebestuur overweegt een toevoeging aan de algemene politieverordeningen om tegen het slapen op straat te kunnen optreden. Tegelijkertijd wil het voorzien in goedkoop nachtlogies voor jonge toeristen. In de vroege ochtend, als de tram nog niet is begonnen te rijden, worden de slapers gewekt, want dan moet de slaapplaats worden schoongemaakt. Als het monument weer schoon is, zullen ze terugkeren en vannacht zullen er weer blijven slapen, tenzij de regen hen verdrijft. En zo zal het blijven. Want de politieverordening die hen moet weghouden, komt, als zij komt, toch te laat voor dit zomerseizoen. Het kasteel De Hoge Vuursche vormde op een van de mooie voorjaarsdagen het decor voor een modeshow. Of was het andersom? Die ten doel had de vele mogelijkheden van Dralon tentoon te spreiden. Tegen een fonteinrijke achtergrond toverden mannequins uit vele landen de talrijke gezichten van deze synthetische vezel tevoorschijn. Ze zochten verfrissing in strandpakjes met bijbehorende zonnehoeden en toonden japonnen en ensembles. Een mantel van crêpe werd vervaardigd door een ontwerper uit Kopenhagen. Maar de kunstvezel kan ook worden gebruikt voor dun batist en nachtgewaden, compleet met slaapmuts en slabbetje. Meer op de koude afgestemd was de skikleding uit Duitsland, met onder andere bont en bedrukte pluche erin verwerkt. In de fraaie tuinen van de Hoge Vuursche zag de rijpe dag tenslotte een serie avondjaponnen zwieren, waarvan de luchtige stoffen de draagsters alle eer aandeden. Of was het nu toch andersom? Hoe interessant de textieltechnische zijde van deze show ook was, ze maakte uit de vrouw vooral mogelijk te zijn wat ze het liefste is, mooi. De meeste vrouwen hebben er uren voor over om zo mooi mogelijk voor de dag te kunnen komen. Kappers kunnen daarover meepraten. De talloze bewerkingen die de hoofden moeten ondergaan vergen veel tijd en geduld. Maar de dames vinden dat heel gewoon. Minder gewoon, maar veel vlugger, gaat een Rotterdamse kapper te werk met een nieuwe kniptechniek, de Coupe 61, waarbij om te beginnen de lange lokken radicaal gecoupeerd worden. In de plaats van de gebruikelijke manier van watergolven en het drogen onder een benauwde kap, is nu de Airwave-methode gekomen, waarbij de kapper met een speciale tang de slagen inlegt. De coiffeur wrijft hierna het haar in met een vloeistof waarvan hij de formule niet bekend wil maken.
Met kam en borstel wordt het haar tenslotte opgemaakt. Het resultaat, Coupe 61, doet het zelfs in 1960 al bijzonder goed. Van hoger hand liet men de kapsels vervolgens een douche ondergaan om te bewijzen dat ze tegen regen bestand zijn. De kopjes werden grondig afgedroogd, zonder dat hierdoor de fraaie lijn werd gebroken. Coupe 61 wordt behalve door originaliteit en charme gekenmerkt door grote houdbaarheid. Rotterdam heeft wederom de kop genomen met een nieuwe en moderne stijl. Nog zijn de bomen kaal, maar het voorjaar heeft zich al gemeld. En natuurlijk hebben de modeontwerpers zich snel aan deze omstandigheden aangepast. De nieuwe collectie van Dick Holthaus, die behalve voor de lente ook geschikt is voor de zomer, telt vele in dubbel opzicht aantrekkelijke japonnen en ensembles van zuivere zijde in verschillende dessins. De natuur leverde ook de stof voor vele mantels. Deze is van beige Shetlandwol. Opvallend zijn de drie zakken. En wat ook opvalt is het enfant terrible. Zo heet het hoedje namelijk. Soirée à Cannes, zo noemt Holthaus dit cocktailjurkje. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat zelfs in de zomer een avond in Cannes wat kil kan zijn. Het is met de hand geborduurd en opgesierd met kralen. Soirée à Biarritz is wel aangepast aan het klimaat ter plaatse. Want bij deze satijnen cocktailjapon wordt een handgeborduurd kanten jasje aanbevolen. Aan de Floriade ontleende Dick Holthaus de naam van dit jurkje van bedrukte zware zijde. Het is, in zomerse stijl, geheel met rozen opgevleurd. De collectie van de Nederlandse modeontwerper werd terecht gepresenteerd op een moment dat de natuur ons toestond een jasje uit te trekken. Dit zijn geen modinettes, maar leerlingen van een huishoud- en industrieschool in Gorkum, die samen met leerlingen van andere nijverheidsscholen in het hele land meededen aan een wedstrijd voor zelfontworpen teenagerkleding, uitgeschreven door de directie van de 17e huishoudbeurs in Amsterdam. Van de 100 ingezonden ontwerpen werden er 60 uitverkoren, die door de meisjes zelf in het nieuwe Rai-gebouw mochten worden getoond, aan een publiek van teenagers natuurlijk, want die kunnen over hun eigen kleding het beste oordelen. De 16-jarige Ati van Roemburg uit Nijkerk kwam goed voor de dag met een charmant strandpakje van katoen, waar ze 18 uur aan had gewerkt. Atje Kleve trok sterk de aandacht met een originele regenmantel van poplin die aan twee kanten te dragen is. Het cocktailjurkje van Marijke Buis uit Gilze genoot de bijzondere aandacht van de jury, die overigens de eerste prijs toekende aan de wollen deux-pièces van Ursula Möschner, 18 jaar oud en leerlinge van de huishoudschool Sint Dionysius in Tilburg. De zeer geslaagde show werd besloten met een défilé van de deelnemsters, die behalve door hun creaties ook opvielen door hun gezonde en stevige lichaamsbouw. Terwijl buiten het kille wit van de winter ons doet huiveren, is in de behagelijke warmte van het Amsterdamse Carlton Hotel de lente in haar fraaiste gewaden binnengetreden. De gezamenlijke Nederlandse katoenindustrie toonde hier op welke wijze zij de Nederlandse vrouw in het komende voorjaar en in de zomer graag gekleed zou zien. Zij had haar stoffen onder meer ter hand gesteld aan ontwerper Max Heijmans, die onder andere een fleurige deux-pièces creëerde uit bedrukte als satijn glanzende katoen. Behalve Heijmans vond ook Ernst Jan Beeuwkes veel inspiratie in deze veelzijdige stof. Zoals blijkt uit deze middagjapon met waaiervormig uitlopende mouwen. Men mag tegenwoordig niet meer spreken van een eenvoudig katoentje. Daarvoor is de stof die Peter Jongmans omtoverde tot een vrij gestileerde cocktailjurk te zeer veredeld. Opmerkelijk zijn de losvallende rugpanden van dit model,
waarvan de stof door speciale bewerkingen kreukherstellend is. Couturier Ferry Offerman vond in de in Frankrijk werkende Nederlandse mannequin Loes Hamel een lichtvoetige vertolkster van zijn ideeën omtrent een eenvoudige middagjurk met sjaalkraag. En dan was ook Dick Holthaus aangezocht. Uit de stoffen die hij koos schiep hij vreemde creaties, zoals deze poncho, die bijzonder geschikt zou zijn als kampeerjurk, omdat hij een tent overbodig maakt. Van Holthaus is ook dit avondtoilet, dat een verrassing in zich bergt. Wie geen auto bezit, kan ermee op de fiets naar een partijtje, dankzij de elegante broekrok of rockbroek. Opnieuw is gebleken dat katoen ontelbare mogelijkheden biedt. Menige wandelaar in de tuin van het Amsterdamse Stedelijk Museum zal wel even hebben opgekeken toen hij deze beeldjes zag. Modeontwerper Dick Holthaus liet zijn mannequins hier zijn herfst- en wintercollectie tonen, waarin met bont gegarneerde capuchons en sjaalkragen een sportieve allure aan de tailleurs geven. Sportief is ook deze manteljapon van zwart imitatieleer met een garnering van bisambont. Rekening houdend met ons wisselvallige klimaat heeft Holthaus voor vele van zijn mantels tweed gekozen. Terwille van de harmonie van het geheel beveelt hij een rok van dezelfde stof aan en behalve een jersey blouse ook nog een bijpassende turban. Het beeld Huiselijke Zorg van Rick Wouters contrasteert sterk met de zorgeloze zwier die de japonnen van Holthaus kenmerkt. Hij gaf dit toilet met de uiterst diepe V-hals de toepasselijke naam Oase. Bij de beeldengroep op de achtergrond toont Tanja een grijze tweedjurk met een hoedje van dezelfde stof en een kool van vossenbond. Voor de vrouw die ook thuis graag mooi is, zijn er felkleurige huispakken, veelal van velours chiffon. Voor de bijpassende wimpers moet de draagster zelf zorgen. En na deze vlotte dracht voor intieme feestjes, wordt het tijd dat we enige aandacht aan de avondtoiletten besteden. Er zijn er bij die pas compleet zijn met een jasje, er zijn er ook die alleen maar gewoon lang zijn. Holthaus, die ook hier wollen stoffen niet versmaat, toont in een enkel detail enige affiniteit tot de toplessjurk. In een museumtuin is het intussen maar één stap van een zittende vrouw naar een liggend naakt. Het silhouet van de herenmode van 1965 is ook in Amsterdam onthuld. En daarbij bleek onder meer dat de cape weer in zwang komt. Overigens ondergaat de mannenmode geen revolutionaire veranderingen dit jaar. De broekspijpen zijn wat minder nauw, zodat je er nu tenminste met schoenen aan doorheen kunt. Enkele kostuums kleden extra slank af, doordat de zakken op het colbert ontbreken. Overjassen, veelal in klassieke stijl, krijgen een sportief accent door de schouderepauletten. Geruite stoffen worden voor kostuums opvallend veel gebruikt. Driedelige pakken, met vest dus, komen weer helemaal terug. Omdat de vrouw bij de keuze van de mannenmode vaak een beslissende stem heeft, hebben we voor haar in deze show ook een klein plaatsje ingeruimd. Dit deux-pièces is met koperen knoopjes gegarneerd. En elke dame zal direct begrijpen dat het zeer geschikt is als cocktailpakje. Geheel nieuw is de op de Volendammer en Spakenburger kleding geïnspireerde mode voor zeilers, die de autochtone bewoners van deze vissersplaatsen oprecht verbaast. Maar ja, in onze welvaartsstaat is nu eenmaal alles mogelijk. Helemaal toevallig was het niet dat we op het Scheveningse strand, in de nabijheid van de pier, met de zee voortklotsend in eindeloze deining, twee hoedenshowende mannequins ontwaarden met creaties van Gérard Brusset, waarin dezelfde stof van het bloesje werd gebruikt voor de hoed. De luchtig geklede dames waren vreselijk benieuwd naar elkaars hoeden. En zo kijkt deze met een relevé van marineblauw sisal naar de andere juffrouw op het strand die een klos van bruin sisal op heeft. Hoe dichterbij, hoe groter de hoed. De Scheveningse pier, met alles wat erop en eraan is, is van Zwolsman. Maar wat eronder is, niet hoor. Want dit is een turban van Gérard Brusset. En dit een tok van organza.
Zonder twijfel zeer opvallend is dit model van zijden blaadjes. Toch kan men met deze hoed ook goed omhoog kijken. En men ziet dan een grappig hoedje in baretvorm van zuurstokkleurige, zuivere zijde. We eindigen met deze hoed, die een rand heeft van gevlochten oranje-bruin riet, met in dezelfde kleur ingewerkte kant. En nu kijken we naar de boulevard en wachten we op het weer om ze echt te dragen. Fiets en mode, dat is het onderwerp van een tentoonstelling in het Tilburgse Textielmuseum, die laat zien hoe de fiets er vroeger uitzag en wat men droeg als men fietste. Nicht Machteld wil toch hartelijk eens kijken naar deze stalen Michaud. Verlokt zij u niet met dat rechte stuur en de stalen draadrem? Iets sneller en veiligers bestaat er ter wereld niet. Bochelvorming, hartverzakking, scheuring van de blaas en tijdelijke blindheid. Deze niet zo geringe ongemakken achten de artsen van die dagen vast verbonden met het fietsen. En ook vonden ze 5 à 6 dagen rust na een lange rit noodzakelijk. Niettemin, de dames waagden er zich aan in schandelijke dracht. De fietsen werden trouwens beter. En als triomf van het menselijk denken verscheen het verend zadel. Allerlei systemen werden geprobeerd om de arbeid van de voeten op het pedaal over te brengen en een zo geriefelijk mogelijke zit te bereiken. Ons leger had in 1912 een verschrikkelijk geheim wapen, de opvouwbare fiets. Die bestaat nog altijd, nu voor achter in de auto om op te schieten in de stad. De witte Provo-fiets prijkt op deze expositie tussen de lichte fietsen van nu, die goed zijn voor iedere mode en iedere leeftijd. Zonder bloemententoonstellingen en zonder modeshows zou het ons stadsmensen misschien kunnen ontgaan dat het weer herfst aan het worden is. Ditmaal is het de Nederlands ontwerper Edgar Vos die ons van het onontkoombare proces plezierig op de hoogte stelt. De modellen zijn smaakvol, prettig om te dragen, niet meer zo kort en dikwijls verlevendigd met een enkel ornament, een ceintuurgesp of een sieraad die hij zelf ontwerpt. Het is een merkwaardige ontmoeting in het Singermuseum te Laren tussen de laatste bloei van de herfst in de natuur en de eerste van de herfst in de mode. Een zwart fluwelen avondmantel met bontgevoerde capuchon verhult een zijde fluwelen japon die zelf niet meer zoveel verhult. Edgar Vos verwerkt graag Nederlandse stoffen, ook in zijn avondtoiletten, zoals dit rood katoenen brokaat. Behagelijkheid in huis belooft deze jurk van gebreid materiaal, ook weer met ceintuur van eigen ontwerp. Een ornament uit India verlevendigt een andere huisjurk. Zo ontwerpt een Amsterdammer een herfst- en wintermode aangepast aan onze aard en onze smaak en presenteert die, wat toch ook wel Nederlands gedacht is, op het juiste tijdstip. Van het Geversdijnootplein in Scheveningen vertrekt lijn 8 met een opvallende passagier in de richting Den Haag. Een paar minuten later rijdt lijn 8 met bijwagen en al door de kleinste stad van Nederland en is de passagier een opvallende verschijning geworden in Madurodam. Het is de Nederlandse mannequin Joke de Kruif. Ze draagt een cirkelvormige plastic cape met appliqués die gecreëerd werd door de beroemde Franse modekoning Pierre Cardin die zelf kritisch toekeek toen een deel van zijn voorjaars- en zomercollectie 1969 hier getoond werd. Cardin is de eerste Franse couturier geweest die zich ook toelegde op herenkleding. Dit jaar gaat de man volgens Cardin vooral gekleed in pakken van lichte jersey die hij soms voorziet van vinyl oplegstukken. Als meneer mee uit winkelen gaat, moet hij makkelijk door de knieën kunnen gaan, meent Cardin. Dus soepele wollenstof, zoals deze met een zogenaamde Prince de Galles ruit. De 5 mannequins en 3 dressmen, of in goed Nederlands kleedheren uit Parijs, waren voor het publiek in Madurodam een extra bezienswaardigheid. Maar de vaste bewoners waren minder verrukt. Op een party aan boord van een cruiseschip bijvoorbeeld zal deze katoenen avondjurk zeker indruk maken. Overal elders trouwens ook. Cardin heeft een speelse inval nogal open uitgewerkt. Een japon die slechts voor zeer slanken lijkt weggelegd. Hoe chic zijn scheppingen ook dit jaar weer zijn, toch ziet Cardin de kleding voor de vrouw in de toekomst verdwijnen. Volgens hem zal zij in het jaar 2000 slechts gehuld gaan in cosmetische crèmes en verf,
in overigens wel verwarmde steden. Een voorspelling waarop mini-stad Madurodam zich dan alvast maar moet voorbereiden. Met behulp van handdoeken, theedoeken, tafelkleden of bedspreien en soms met de allure der volwassenen hebben de Tilburgse kinderen zich weer opgemaakt om het Driekoningenfeest te vieren. De kleintjes lieten zich nog graag door moeder adviseren, maar de meer gevorderden volgden hun eigen inspiratie. Al moesten ook zij wel eens tot spoed worden aangemaand, want de jury zat al van 4 uur af in de grote zaal van een hotel om de kleurrijke vermommingen, maar vooral om de zangprestaties te beoordelen. Sommige groepjes bestonden uit 2,5 koning. Nadat deze dreumes even een bekende in de zaal was gaan begroeten, kwamen er 3 ondernemende jonge lieden die met hun tijd meegaan. Zingen van Kersmeer, let ons allen naar Bethlehem gaan. Waar weer Jezus is geboren, van een mager uit verkoren. Laat ons spelen op fluiten, cymbalen en daar loven dat zoet kindertij. Met de engelen en de herders, laat ons allen blijde zijn. In de volgende groep had het reservekoninkje een beetje last van plankenkoorts. En nu moet u even heel stil zijn. Zij hielden voor trouw en te wachten. Zij hadden de schepjes gereld om te zeilen. En te zingen. De herders naar Bethlehem gingen. En zeker het nieuwe jaar. De jury had de bijna onmogelijke taak om uit al die zangertjes de beste aan te wijzen. Naar onze smaak kwamen deze 3 zeker voor een prijs in aanmerking. De wereld van de Bijbel, zo heet een tentoonstelling die in het Centraal Museum in Utrecht gehouden wordt ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap. In de vorm van een beeldverhaal laat zij zien wat uit Bijbelse bodem is opgegraven door al die archeologen die in de loop der eeuwen het land hebben omgewoeld. Van de cultuur van die oude wereld getuigen deze kleine plastieken uit Mesopotamië van ongeveer 2600 jaar voor Christus. Van welke vooral Ishtar opvalt, godin zowel van de oorlog als de scheppende natuur. Kleitabletten hebben veel van het oud-testamentische leven onthuld. Later droeg de Bijbel het verder. Voorts zei de farao tot Jozef, zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok farao de zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. De tentoonstelling toont hoe zo'n ring eruit zag. De expositie laat van de Egyptische dodendienst grafbeeldjes zien en een mummiekist die karakteristiek is voor het einde van het Middenrijk. Na Jozefs dood verging het de Joden slecht. Exodus zegt, toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken. Dit relieffragment toont Semitische krijgsgevangenen. En dit plastiekje een graanmalende slavin. Zij liepen andere goden achterna, zegt Richteren 2. En de tentoonstelling geeft hun beeltenis. Esther-rollen verhalen de lotgevallen van de Joden onder de Perzen. Er is ook een kopie van de beroemde Dode Zee-rollen. De Romeinse tijd levert de helm van een krijger en wapens van die militante overheersers. Heel wat valt er te bekijken aan de maquette van de Tempelberg van Jeruzalem. En zo belanden we in deze kersttijd in het Utrecht Museum langzaam in Bethlehem en bij de aanbidding van de herders, zoals Abraham Bloemaert die in de 17e eeuw schilderde. De wereld van de Bijbel toont ons het boek in zijn ontstaan en in zijn plaats die het in het Nederlandse huis heeft gevonden.
In de kersenstad Gouda bestaat de mooie traditie om in de dagen rond kerstmis voor de ramen van het prachtige in de 15e eeuw gestichte stadhuis brandende kaarsen neer te zetten. Verder staat er dan nog een brandende kerstboom op de markt en wordt een getemperd strijklicht op het stadhuis geworpen. Al die lichten maken dit eeuwenoude gebouw een ideale achtergrond voor de kerstliederen die burgers van de stad bij de boom ten gehore brengen. De stad Gouda stelt op deze manier zijn oude schoonheid in dienst van een mooie kersttraditie. Elk jaar in de lente vieren de Joden over de hele wereld in intieme kring het paasfeest, ter herinnering aan de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Op de speciale seiderschotel bevinden zich tal van symbolen, zoals een geroosterd beentje en een ei die herinneren aan de offers in de tempel. Bitterkruid, als symbool van het bittere leed dat het Joodse volk onderging. Voorts onder meer verse groenten en een zoete brei die de kleur heeft van het leem waarvan de Joden in Egypte tichels bakten. En dan natuurlijk de matzes, de ongezuurde broden, als een herinnering aan de nacht van de uittocht, toen het volk geen tijd kreeg om het deeg te laten rijzen. De tarwe voor de matzes is in de afgelopen zomer onder rabbinaal toezicht geoogst. Opa Rabijn Schuster van Amsterdam heeft op een akker van de landbouwer Koop uit Tjuchem bij Appingedam eerst gecontroleerd of de korrels goed droog waren, want er mag onder geen beding kieming plaatsvinden. Daarna hield hij toezicht op het schoonmaken van de grote maaidorser. Er mag geen korrel graan in achterblijven, omdat niet vaststaat dat dit absoluut droog geoogst is. Tijdens het oogsten van het graan nam de opperrabijn enkele malen op de reusachtige combine plaats. Deze machine dorst het graan onmiddellijk nadat het gemaaid is en stort de korrels in de grote graantank. Na het oogsten werd het graan in zakken gestort, die vervolgens zorgvuldig werden dichtgemaakt en van een loodje voorzien. De tarwe wordt ook onder toezicht gemalen en dan gaat het meel naar de matsenfabriek, waar alle vaatwerk volgens eeuwenoude voorschriften ritueel gereinigd wordt. Als zo de hele fabriek gezuiverd is, kan de productie van de matzes beginnen. Ook hier strenge controle. Aan het meel wordt uitsluitend water toegevoegd in een zodanige verhouding dat er geen zuring of gisting kan optreden. Het deeg wordt snel door een reeks walsen gevoerd tot het de gewenste dikte heeft bereikt en dan worden de matzes eruit gestanst. Bij een temperatuur van 500 graden worden ze in 55 seconden in een 11 meter lange oven gebakken. De fabriek in Enschede levert de matzes naar vele landen in Europa en Noord-Afrika, waar de Joden, evenals in Nederland, het feest der bevrijding vieren, volgens een ritus die door de eeuwen heen onveranderd is gebleven. Midden in het verwoeste hart van Rotterdam stond aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de ruïne van de Grote of Sint-Laurenskerk, die bij het bombardement van 1940 in vuur ten onder ging. Rotterdam besloot dit historische monument, dat in het begin van de 16e eeuw voltooid werd, geheel te herstellen. En die restauratie, die in 1952 begon, heeft nu vrijwel zijn beslag gekregen. De Sint-Laurens domineert weer het thans vrijwel geheel vernieuwde hart van Rotterdam. Het beeld van Erasmus is naar het kerkplein overgebracht. Voor de hoofdingang van de kerk schonk pakhuismeesteren een deur in brons, maar voor de Italiaanse beeldhouwer Giacomo Manzu het thema oorlog en vrede koos. Het interieur van de Sint-Laurens is op meesterlijke wijze hersteld in zijn vroegere schoonheid. Niets herinnert meer aan de ramp van 1940.
Een antieke kas uit omstreeks 1540 omhult het nieuwe transeptorgel. De houten tongewelven zijn volledig gerestaureerd en dragen wederom gebeeldhouwde rosetten. Vrijwel alle kapitelen op de zuilen zijn nieuw, maar zijn gesierd met de oude motieven. Het sterk beschadigde koperen koorhek dat uit 1715 stamde, is in prachtige staat teruggebracht. Eveneens minutieus hersteld is het grafmonument van vice-admiraal Witte de Wit, dat in duizenden stukken uiteen was gevallen. Enkele oude grafstenen zijn opnieuw ingemetseld, zoals die van de vrouw van vice-admiraal Van der Tromp. Ook een enkel kapiteel dat onbeschadigd was gebleven is terug op zijn plaats. Opvallend is hoe stijlvol het harmonieert met het nieuwe bronzen doopvond dat Han Petri in 1959 maakte. Zo is de Sint-Laurens na ruim 28 jaren weer geheel gereed voor de eredienst. Midden december zal hij officieel in gebruik worden genomen. Eenmaal in de 7 jaar wordt in Maastricht een heiligdomsvaart gehouden. Een processie waarin ditmaal ook gelovigen uit Duitsland en België meeliepen. In de lange stoet van ongeveer 2800 deelnemers droegen Belgen uit Tongeren het beeld van Sint Evermaris mee. Wijk bij Maastricht toonde een laatgotisch zwarthouten kruisbeeld dat volgens de legende ontstond nadat een notenboom door de bliksem was getroffen. In de geblakerde stam stond toen deze Christus. Dit fraaie borstbeeld van Sint Hubertus is afkomstig uit de bisschopszetel Luik. Een meisjeskoor met gitaarbegeleiding zorgde voor een moderne noot te midden van deze uit de 14e eeuw stammende traditie. Let my people go. Go down, Moses. Belangrijkste reliquie in deze religieuze omgang is altijd de schrijn met het gebeente van Sint Servaas. Men noemt deze kist de noodkist, omdat hij in tijden van nood in smeekprocessie werd rondgedragen. De schrijn van Sint Gumaris uit het Belgische Lier is 3 meter hoog en weegt 750 kilo. Uit Antwerpen was er voort het naar Spaanse trant geklede Mariabeeld uit de Sint-Pauluskerk uit omstreeks 1500. Het was voor het eerst dat dit beeld buiten België verscheen. En het was voor de kijkende gelovigen, of de gelovige kijkers, onbetwist het hoogtepunt van deze omgang in Maastricht. Het nieuwe hospitaalkerkschip De Hoop, dat in 1964 in dienst werd gesteld en dat altijd de verst van Nederland verwijderde concentraties van vissersschepen vergezeld, heeft de beschikking over een ziekenzaal met 12 bedden. Daarnaast is er op het 1100 ton metende schip een ruime behandelkamer, die onder meer is uitgerust met röntgenapparatuur. Tot de vaste bemanning van 21 koppen behoren een scheepsarts en een verpleger. De Hoop heeft kort geleden prins Klaus voor enkele dagen aan boord gehad. Daarbij was een zondag waarop de bemanning van een trawler zich per vlet naar het kerkschip begaf om een door dominee de Kleer uit Monster geleide dienst bij te wonen. Elke reis van het schip duurt 3 weken. Dan is het 1 week thuis, waarna het met een andere geestelijke verzorger weer uitvaart. Zondags worden er 2 diensten gehouden in de kerkzaal waarin plaats is voor 80 mensen. Verder is er nog een dagsluiting op woensdagavond. Elk van deze godsdienstoefeningen wordt door de zender aan boord uitgezonden, zodat ook de bemanningen van de andere visserschepen aan deze diensten deel kunnen hebben. Op maandagochtend zeer vroeg kwam een van de moderne hektrollers, de Scheveningen 110, langszijde De Hoop, om prins Klaus over te nemen, waarna de bemanning het trollnet uitzette. De Scheveningen 110 is een van de in totaal 21 hektrollers die momenteel samen met zo'n 130 gewone trollers en loggers op jacht zijn naar haring. Niet alleen op de Doggersbank, maar ook ten westen van Schotland en van Ierland. De 46 meter lange Scheveningen 110 van 362 ton haalde bij Doggersbank een mooie trek binnen. Er was zoveel vis dat de kuil niet in 1 keer aan boord kon worden gehesen. Daarom maakt men er, zoals dat heet, pakjes van, die elk zo'n 1000 kilo wegen
en die via het visluik in een brede goot op het verwerkingsdek worden leeggestort. In de verre visserij met trawlers en loggers zijn ruim 2000 man werkzaam. In de kustvisserij met kotters en andere vaartuigen nog eens ruim 3000. Prins Klaus liet zich de kenmerken van de verschillende vissoorten haarfijn uitleggen. Als de vangst binnen is, geschiet de verwerking van de vis beneden deks door dezelfde mensen die ze ook hebben opgehaald. Met uitzondering van schipper en machinist is iedereen betrokken bij het kaken van de haring. De haringvangst neemt in het geheel van de Nederlandse visvangst een belangrijke plaats in. Vorig jaar werd er voor een waarde van 50 miljoen gulden aan haring en haringproducten uitgevoerd. Dat is bijna 1/5 van de totale visexport van 270 miljoen gulden. Tegenwoordig wordt een deel van de haring direct aan boord van de trawler al diep gevroren. Na elke trek valt er aan het net wel wat te repareren. De visserschepen blijven soms wel tot 3 weken weg, afhankelijk van de vangsten en van het gebied waar gevist wordt. De haringvangst, die meestal eind mei begint, duurt tot omstreeks het einde van het jaar. De overige maanden wordt plat- en rondvis gevangen. De Nederlandse visvangst is van een dusdanige omvang dat ons land als enig EEG-land een exportoverschot heeft.